En beste mensen, ik kan u vertellen dat thuiskomen fantastisch is. Ik ben in mijn hele carrière, 5 jaar in het totaal, heb ik in de oorlogsgebieden gewerkt. Ik ben begonnen in Libanon, via Israël, Egypte, Irak, vervolgens Joegoslavië, vervolgens Angola, Afrika, vervolgens Bosnië-Herzegovina en vervolgens als laatste Afghanistan. En de laatste functie heb ik met de minister mogen doen met een departement van Defensie. Waarom bent u daar zo aan begonnen? Ik denk allereerst omdat er behoefte is om het verhaal te vertellen. In de eerste plaats voor mezelf, maar daarnaast ook om de andere mensen, het gevoel terug te geven waar ze aan meegewerkt hebben. En ervaringen delen, daar gaat het over. Kan u een voorbeeld geven van bijvoorbeeld een ervaring die u graag wil delen met de mensen? Ja, als we in ons mooie Nederland kijken, dan hebben we alles mooi voor elkaar. Als we in missie zitten, dan moeten we improviseren. Dan liggen we met z'n tienen op een zaal, dan moet je rekening met elkaar houden. Je kunt niet even ontspannen. Dat betekent dat je in eerste instantie met vreemden te doen hebt, wat zorgt dat je elkaar gaat lopen verkennen. En vervolgens komen de irritaties. De irritaties van iemand die smakt bij het eten, iemand die snurkt tijdens het slapen, iemand die geen rekening houdt met de ander. En lukt dat meestal? Dat lukt altijd. Nederlanders zijn erg flexibel en anders zoeken we wel een uitweg, dan gaan we gewoon naar buiten. Altijd wel een middel te vinden. En die missies, die zijn toch echt wel belangrijk. Waarom zijn die zo belangrijk? De missies zijn belangrijk. Denk allereerst aan de 75 jaar vrijheid die we zelf hebben. Als destijds de Amerikanen en de Canadezen hadden gezegd, wat hebben we in dat Nederland te zoeken, dan hadden we nu Duits gepraat of waren we niet bevrijd geworden. En daarom is het belangrijk dat wij ook onze gezichten laten zien in het buitenland. Niet alleen vanwege de olie, maar ook vanwege de veiligheid voor anderen. Bijvoorbeeld het verschil tussen man en vrouw. Mag een meisje wel naar school of mag een meisje niet naar school? En die missies die gaan gewoon door, ook in deze tijd. En hoe gaat dat dan in deze coronatijd? Zijn daar extra andere, worden daar veranderingen in aangebracht? Nou, Defensie zorgt heel goed voor het personeel op missie. En dat wil zeggen natuurlijk dat ook de coronamaatregelen, daar waar het kan, van toepassing zijn. Het is wat moeilijker geweest natuurlijk in het begin van de corona. Mensen konden niet vrij uit reizen. Maar ongetwijfeld heeft Defensie daar een oplossing voor gevonden. Defensie vindt altijd een oplossing. En mag ik vragen, hoe vaak ben je zelf uitgezonden voor een missie? Ik ben 8 keer op missie geweest naar verschillende gebieden en daarnaast heb ik een aantal uitstapjes mogen maken met het Defensiedepartement. En ja, hoe kijk je daarop terug? Ja, met veel trots, met gedachten van het had soms verkeerd af kunnen lopen, maar in ieder geval met goede gevoelens om welk land je ook naartoe gaat, hoe verwoest het land ook is, de mensen blijven prachtig en het land blijft prachtig.